Groningen was op 24 januari even het stralende middelpunt van de schaakwereld. Maar liefst 14 wereldtoppers, waaronder wereldkampioen Magnus Carlsen, Kramnik en Anand speelden in het academiegebouw tijdens een uitstapje van het Tata Steel Chess Tournament. De gek ging er even langs en sprak met de Nederlandse koploper Anish Giri, die in zijn partij tegen Sergei Karjakin remise speelde. Nou, mijn tegenstander was heel goed voorbereid, helaas. En ja, best wel snel zag het er een beetje weinig uit. En, ja, het was niet de meest spectaculaire partij van het jaar. Je bent nog koploper, geloof ik. Wat zegt hij nou over de rest van het toernooi? Kun je die koppositie vasthouden? Je zei net al dat je denkt dat Magnus vandaag gaat winnen. Ja, Shahriar won ook en Magnus heeft goede kansen. Dus, het is een heel spannend toernooi. Ik ben blij dat ik ook zo hoog meedrijf op dit moment. Ja, de laatste drie rondes zijn heel lastig voor iedereen. Vooral voor de koplopers die onder de druk moeten presteren. Groningen, een uitstapje. Ken je Groningen? Het is een bekende schaakstad. Wat vind je ervan om hier te spelen? Ja, ik heb hier gespeeld in Groningen Open, een paar keer. Ja, anders kom ik hier niet heel vaak. Het is een beetje ver van waar ik woon in Den Haag. Maar natuurlijk een grote traditie hier. En het schaakfestival in december, gebeurt nog steeds, als ik het goed weet. En mooi dat Tata Steel ook even mee even langs kan komen. En ja, heel mooi dat de schaaktraditie niet alleen in het verleden is, maar ook in de tegenwoordige tijd en ook in de toekomst. Ja, want kun je aangeven hoe bijzonder het is dat we hier 14 van die wereldtoppers hebben staan? Nou, hoe bijzonder het is voor Groningen, dat weten mensen als burgemeester beter. Maar ik zie hier heel veel schaakliefhebbers en ik denk dat het mooi is vooral voor de schaakfans en mensen die hier in de omgeving wonen. Want ik kan me voorstellen, naar Wijk aan Zee is toch wel een eindje een reis. En hier kan je gewoon misschien een stukje lopen en ben je bij de topspelers. Succes nog en zondag, laatste dag, en dan sta je met de titel in je handen? Ja, dat kan. We zullen zien. Als ik al zei, de laatste drie ronden zijn altijd heel spannend, vooral voor de koplopers. Giri staat op dit moment nog steeds bovenaan, samen met Carlsen en Mamed Diyarov. De topschakers hebben vandaag een rustdag. Daarna spelen ze de laatste drie beslissende rondes weer gewoon in Wijk aan Zee.